mensen, tof dat jullie kijken naar eindelijk weer een nieuwe video op mijn kanaal Gamesview. En in deze video gaan wij weer H1Z1 doen. King of the Kill. En sorry dat ik in echt hele lange tijd niet heb geüpload. Om precies te zijn, een weekje ongeveer. En dat kwam puur omdat ik dit spel leuk begon te vinden. En ik gewoon dit spel wou opnemen, maar het gewoon niet lukte. En ook gewoon met school. Ik heb nu een toetsweek aankomen en ik moet daar gewoon veel voor leren. En ik wil ook gewoon overgaan. En ik had gewoon even die motivatie niet. Ik was gewoon een soort van een dipje van, hé, hoe moet ik dit allemaal gaan regelen, school en YouTube. Maar ik heb denk ik de goede, redelijke settings gevonden voor dit spel. Want dit spel is gewoon super zwaar voor je PC. Dus je moet een beetje fixen hoe je dat moet gaan doen. Maar we gaan gewoon een potje doen, dus let's fucking go. Zo, we zijn ingespand en we gaan gewoon gelijk naar die stad toe hier. Ik zie hier gelijk een politieauto. En hopelijk zien niet andere mensen dat ook. Want ik wil dit autootje best wel graag. Oké, ik zie hier jongen. Oké, dankjewel H1Z1. Ik zat er... Ik kan er niet in. Ga gewoon even lekker hier even naartoe. We hebben de auto meegeneemd. We zetten gewoon hier neer. We pakken de keys eruit en hots. En we poepen hem even naar dit deurtje. Dankjewel dat je open ging. Ga je ook dicht? Hallo? Ga dicht. Ga dicht. Oké, dan niet jongen. Dan luister je maar niet. Waarom willen we de deuren niet open man? What the fuck is dit? Dit is... Oh, ik hoor al schoot. Ik moet een wapen zien te vinden. Hallo, een wapen hier binnen misschien. Ga open. Oké, kijk, een AR. Ik doe gewoon dat deurtje open. Oh, gaat dat gelijk. I don't know, man. Ik doe hem open. Wil ik hem niet dicht, gaat hij dicht. Ah, oké. Het zal wel. Oké, ik ga hier iets heel kuts doen, maar we gaan deze huis gaan we looten. Deze huis, sorry voor mijn Nederlands. Mag er ook een tas hier komen of niet? Nee, hier ligt er niks, hè. Ik moet hier snel weg. Ga open, doei. Auto is helemaal terug. Oké, auto, kom op, ga hier weg. Ja, ik moet nog even wel een tasje kunnen. Dus ja, kijk, ik kan nu al die spul niet meenemen. Kijk, dit heel, kijk, dat past helemaal niet meer. Een tas, alstublieft, mijn jongens. Kom op, één tas. Je valt mee, 3 AR's. Kan ik? Oké, kan ik. Ja, ik pak er altijd 2. Ik heb 2 AR's altijd. Er lagen 3 AR's op één dezelfde plek. Ik moet nu echt een tas zien te vinden. Hallo, een tas. Hallo. Nou willen die deuren nou weer in. Oh. Oh, deze wil niet meewerken. Kom op jongens, een tas. Ik vraag niet eens om iets heel groots, hè. Gewoon een tas. Niet eens een militaire backpack, gewoon een tas. Maar maakt er niks uit. Geef mij iets. Hier ligt een tas, sowieso. Een tas, kijk eens aan. Hier nemen we die mee. En gaan we al die... Oeh, dit wil ik wel meenemen. Hallo, mag die meenemen? Hallo? Spel? Oké, dan niet, jongen. Als jij niet wil aan mij geven, dan gaan we gewoon weg. Hier lag nog een aaier, dat weet ik. Hier, deze. Of een... Ja, ja. Yeah. Minimum. Oké, ik heb dus nu 2 AR's. Ik reload die andere ook even, zodat ik... ja, 2 AR's heb. Ja, dat moet wel zijn. Hier liggen er gewoon 3, hè. 1. Oh, er is er 1 weg. Oh ja, die heb ik ook gepakt. Prank. Oké, okay, nice. Oké. We hebben genoeg AR's. Ik ben op een of andere manier mijn politieauto kwijt. Volgens mij stond hij hiervoor. Ja, hiervoor stond hij. Je moet goed om je heen kijken hier, want het is die stad, hè. Oké, er wordt daar allemaal geschoten. We gaan er een beetje op af. Is hij eruit te springen? Hij draait... Ja, hij draait gewoon. Ik zie hem al. Oké, wat ik nu altijd heb, altijd als mensen mij gaan chasen, dan ga ik altijd dood. Dus ik moet altijd eerst een goede positie vinden voordat ik op hem kan schieten. Want of... Hij heeft een body armor. En dan ben ik pretty fucked. Hij blijft achter mij. Deze guy heeft allemaal gekke shit. Ik weet het zeker. Gewoon skins en al die dingen. Of hij moet nu... Nou ja, in zin van... Waarom moet je mij hebben, vriend? Pok eens op of zo. Oh my god. Ik moet even... Ik moet... Oké. Ik ga dood. 3, 2, 1. Dat was 1 hit. Hij heeft mijn helm. Ik heb geen andere dan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Oh, hij heeft 2-tapped. Hij heet ook 2-tapped. Oh my god. Ik wist dat deze man goed is. Kijk, hij gaat nu op die andere guy schieten. Heeft hij die ook al? Deze man is goed. Maar jongens, we gaan natuurlijk een paar potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Dat zijn we. Zo mensen, eenmaal bij potje 2 aangekomen, zie ik dat we nu echt op een pokkenplek zijn gespand. Want het zit gewoon vol met mensen altijd in het begin. Dus ik ga altijd naar het benzinestation of daarnaast. Oh my god, ik span. Dit is zo'n drukke plek, hè. Ik hoor een auto, ik zag iemand hier. Ik ga in deze caravan camp en kom er
niet meer uit. Oh, ik heb geen wapen. Ik heb geen wapen. En ik zag dat... Oh shit, dit loopt dood. Kan ik hieruit, please? Ja. Als ik... Fuck you, man! Loodje... Oké, okay, die landt daar heel laat. Ik zag er zo vliegen. Als ik in dit loodje... Een fucking... Pak hem op! Oh my god. Ik heb geen helm. Een helm. Oké. We gaan erop af. Oké, fuck it. Weet je, we moeten dit clear maken, jongen. Ik zweer, mijn hart gaat zo tekeer, jongen. Ik moet die shotgun ook hebben. Pak hem op. Dit is zo'n stress situatie. Ik ga hier achterin en ik reload het wapen. Of hij kan via die deur komen of via links. En ik denk persoonlijk via links. Fuck. Niet hier. Oké, doorlopen. Wat ligt daar? Oh, niks. Oké. Oh, ik had owned. Oh my god. Oh, dat was nou echt... Dat was echt een chille reactie van Hof. Hey, even sneakers. Meenemen. Zo, oh my god. Dat is echt... Oh. Hij ging eerst dit huisje looten. Wat ik dus niet had verwacht. Ik dacht, hij gaat gelijk op mij af. Of zoeken naar enemies of zoiets. Maar hij ging gewoon eerst hier looten. Waarom ik zoveel tijd had om eerst al die dingen te pakken in die lood. Oké, het zal wel. We hebben een kill erbij. En ik schrok me dood, jongen. Ik dacht van eerst dat hij via die kant kwam. En dat hij zo ging. Maar hij kwam gewoon via mijn kant. Waar ik dacht dat hij... Ik moest reloaden. Nee, waarom? Oh, 45-11. Kut, man. Ik dacht, op een of andere manier, als ik schiet, dan is gewoon in 1 seconde al mijn kogels eruit. Maar ja, we hebben een kill. We zijn welke 100? We zijn precies plek 100 geworden. Dat is ook best wel knap. We gaan nog even een potje doen, dus let's fucking go, jongens. Zo, mensen. Potje nummer 3. En zoals jullie kunnen zien, span een keer bij de stad. Dat is best wel chill, want de stad... Meer loot. Dus dat is wel chill. Ik ga hier bij dit bruggetje waar je zeg maar naar het dorpje heen kan gaan. Ga ik bij deze huisjes looten. En ik hoop dat ik dan een beetje, als ik daar wat chills vind, dat ik naar de huisjes daar ginds kan. En what the fuck. Ik snap dat soms nog niet, jongen. Dat laat, of hoe heet dat? Dat inspansysteem. Soms blijf je hangen. I don't know, man. Fix your shit, daybreak. Oké, even zien. We moeten een mooi wapentje. En een helm. Oké, dat is één ding. Een helm is, dat redt zo vaak je leven, hè. Want kijk, wat een helm doet is, als jij geschoten wordt op jouw hoofd, ben je in plaats van in 1 keer dood, in 2 kogels dood. Dus wauw, zet een helm op voor als je in leven wil blijven. En AK? AK vind ik nooit zo'n chill wapen. Ik laat die altijd liggen, ik weet niet waarom. Ja, wat ik net zei. Weet ik niet waarom. What the fuck bouw ik nou weer? Ik vind het gewoon niet chill wapen. De recoil, de... Nah, ik vind het gewoon niet zo chill. De AR is mijn lievelingswapen. En aangezien ik geen tas heb nu, wil ik dat wel graag hebben. Tas, hallo? Hier, weer een aaier. Ik pak er altijd 2 op. Ik vind dat wel wat hebben, weet je wel. Dan ben je bij het poortje hiervoor. Dat is een heel goed voorbeeld. Out of ammo. En dan switch je gewoon naar je andere wapen. Dan heb je hetzelfde wapen, die ook gewoon chill is. En dan klap je hem alsnog neer. Dus tips van Dylan en de military backpack though. Shredden we deze even. Nou, hebben we gewoon toch weer wat scrap dinges binnen. Hé, hey, nog een AR. Mag je iets naar achter? Dank je. Helpie. Salvage, snel niet in mijn rug komen. Ik heb geen shotgun, dus dit is echt kut. Als ik van dichtbij nu benaderd word, dan ben ik echt fucked. Zo, ik heb nu een armor gemaakt. Niet de beste, maar het beschermt je toch wel. Oké, het schot kwam sowieso van links. Zou die hier zitten of op de straat daar links, bij het benzinestation? Ik heb geen idee, we gaan gewoon even kijken. Even hier weer naar rechts. En dan hier weer naar links. Zo, oh ja, kijk, zie je, daar loopt hij. Oké, gaat hij daar naar binnen? Nee, hij loopt op mij af. We kunnen hem proberen te killen, though. Hij heeft een auto. Kut. Oh, fuck. Er zitten hier meer mensen, man. Die guy waar ik net op schoot, die heeft mij sowieso door. Fuck. Ik zie hem. Hij heeft de sleutels. Hij kan nu... Bye. Have a beautiful time. Bye. Maar die andere guy. Ik zweer je, was het een...
Springen, blijf springen en kijken. Blijf springen en kijken. Oké, hier naar binnen. Naar binnen, doe de deur open, man. Holy shit. Dat kon echt onze doodserieus daar worden. Oh, kut, ik schrik altijd de pleuren van die oven, man. Ding maakt me toch een pokkerrie. Ga open, alstublieft. Ik sta er nog steeds niet. Ik moet zo vaak op die fucking E klikken totdat dat ding open gaat. Frustratie hier, hoor. Jongen! Oh, ik ga even geen deuren meer openen in deze game. Oké, even zien. Oh, ik zit heel dom. Oké, ik zit veilig. Oké, dat moest ik even snel weten. Want dan kunnen we hier gewoon in het stadje een beetje rondbanjeren. Hier is een deur open. Hier is... Er zijn twee deuren. Wij gaan hier naar links. Nog een deur. Oeh. Dit kan nog eens heftig worden. Die deur is ook open. Of hij is hier via binnen gekomen en heeft die andere deur eruit gegaan en dat hij weer weg is. Of hij zit hier nog ergens. Ik loop er ook gewoon naar binnen, weet je wel. Van, ah, ik kan er binnen zitten. Oh, ik waag mijn leven er alsnog op, joh. Ik zweer, ik ga zo meteen voor mijn jaapje geschoten worden, hoor. Echt gewoon vies van de zijkant, gewoon. En gewoon zo, lalalala, pap, pap, pap. Hij heeft mij niet door. Hierboven. Waar... Pia, what the fuck was die gast? Huh? Hallo? What the fuck? Hij killstealde me toch in zijn partijtje hard, jongen. Wauw. What the fuck, man. Maar jongens, dit was het einde van de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik ben natuurlijk weer terug. Wil je meer Heathrow Z1 zien? Laat dat zeker even achter. En laat ook even een mooi blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen. Maar...